Ja, dat was even genieten, zeg. Ja, hebben jullie hem gezien? Ja, aan de Vetkampstraat, die wedstrijd. Go-Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard. Jongen, jongen, jongen. Dat is gewoon een klassiek voetbalspektakel. Ja, dat was... Hey, ik bedoel, 2-0 achter, Go-Ahead Eagles. 3-1 achter, komen we terug tot 3-3. Ja, zo wil je het graag hebben. En winnen dan uiteindelijk vlak voor tijd. Met 4-3. En die Adelaarshorst, die ontplofte. Ja, dat is puur pretentieloos voetbalvermaak. Ja, puur genieten geblazen. Dat is het daar aan de Vetkampstraat. En die supporters die gaan ook helemaal uit hun dak. Met petjes op en sjaaltjes om. En is het bijna met tranen in hun ogen. En het is fantastisch om te zien. En tegelijkertijd dat ze zo blij zijn, beseffen ze gewoon daar in Deventer en omstreken dat het voetbal echt niet mooi is. Nee, echt niet. En dat het vaak een beetje hotse-knotse is en doe maar wat. Maar dat interesseert ze daar gewoon helemaal niet. Nee, ze willen gewoon dat die ploeg af en toe wint. Want ze beseffen daar ook in Deventer dat ze gewoon nu een beetje boven hun stand leven. Ja, ze staan ineens achter. Hey, met mazzel zijn ze gepromoveerd naar de Eredivisie. Dat weten we allemaal nog, omdat de Graafschap het gewoon niet afweten. En Go Ahead, hup. En iedereen dacht, nou ja, dat wordt een heel moeilijk jaar. En wat blijkt nou? Die Kees van Wonderen, die zorgt er gewoon voor dat die gasten gewoon achtste staan. En iedereen beseft in Deventer van, nou ja, het enige wat we willen dit seizoen is dat ze erin blijven. Dus elk punt, elk doelpunt, dat wordt daar omarmd, werkelijk, als een bevrijding. En ja, dat maakt het ook allemaal zo mooi, zo'n voetbalavond aan de Adelaarshorst. Het geeft een beetje het gevoel van vroeger, van zo'n prachtige, mooie voetbalavond. En die hebben ze daar nog. En daarom, vrienden, heb ik ooit eens een keer een paar regels opgeschreven over Go Ahead Eagles. En die ga ik jullie nu weer voordragen. Trouw en liefde wonen aan de Vetkampstraat. Dat warme gevoel dat echt bestaat. Het is houden van. En eigenlijk meer. De Adelaarshorst met die ontroerende sfeer. Go Ahead laat je juichen en huilen. En dat is wat het doet. Go Ahead zit diep van binnen, in je hart en in je bloed. Het laat je echt nooit meer los, ook niet voor even. Go Ahead Eagles is gewoon een manier van leven.